Hallo, ik ben Nora Goesli en ik ben 9 jaar en ik kom uit Liemde en ik zit op basisschool De Oversteek in groep 6A. Hallo, ik ben Hanna Goesli en ik ben 11 jaar. Ik zit op basisschool De Oversteek in groep 8B. Nou, en dit zijn onze ouders. We doen mee met Dommeland Ruilt en we hebben het groene eendje. Op iets super waardevollers. Nee, want wij zijn super grote concurrenten, dus ze maken echt geen schuin van kans. Ik hoop het wel, maar ik weet het niet 100% zeker. Nou, ik weet het wel 100% zeker, want we gaan gewoon winnen. Ons gezin is de beste! Ik ben Arjen Witteveen, geboren en getogen bokstelaar. Heel lang heb ik een winkel gehad, 33 jaar, vloerbedekking, gordijnen, bedden. Ik heb ook heel veel gedaan voor goede doelen. Vandaar dat ik aan deze actie meedoe voor Omroep Dommeland, Dommeland Ruilt. Ik heb een wit eendje gekregen, het zogeheten Witteveentje, vernoemd naar onze naam. Op het eind van deze actie is ook 10% van hetgeen wat opgebracht wordt, gaat naar mijn goede doel wat ik gekozen heb. En dat is de voedselbank hier in Bokstel. De voedselbank die krijgt elke week 100 mensen, bedient ze met voedselbakketten. En dat is een heel goed doel. Er wordt door vrijwilligers gedaan die dit allemaal voor niks doen. Dat is mijn goede doel. Dat is de voedselbank in Bokstel. Zo is dat. Hallo, ik ben Jean-Louis Fournier. Ik ben de vader van Louis-Marie. Getrouwd met Charlotte. Ik ben beheerder van een sporthal, een jeugdhuis in Diem, de Pius 10. En ik ben ook muzikant. Ik speel gitaar al 30 jaar. En ik doe mee aan Dommeland Ruilt met mijn eentje. Ja, dat bedoel ik. Mijn naam is Guylaine de Brouwer. Ik werk voor de Stichting Brede Scholen Bokstel. En ik doe mee met de ruilactie van Omroep Dommeland. Ik heb het zwarte eendje. Met moeite verkregen, maar ik heb het dan toch. Nou, ik had al van iemand gehoord dat hij interesse had in het zwarte eendje. Dus voor de eerste ruil is dat wel heel erg handig. Dat doe ik natuurlijk voor Omroep Dommeland, maar zeker ook voor onze stichting. De Stichting Brede Scholen Bokstel. Een van de doelen van de stichting is het bieden van ontwikkelingskansen aan kinderen en ouders in de gemeente Bokstel. Onder andere door naschoolse activiteiten te organiseren. Maar ook in de vakantie organiseren we grote activiteiten. Kosten ook niet zo heel veel, variërend tussen €1 en €3,5. Maar voor sommige gezinnen is dat toch nog een behoorlijk bedrag natuurlijk. Zeker als er meerdere kinderen deelnemen. Dus ik heb nadat ik me had opgegeven begrepen dat 10% van het bedrag wat we bij elkaar ruilen, dat ik dat mag gebruiken voor onze eigen stichting. En dat wil ik dan heel graag voor deze gezinnen inzetten. Zodat echt alle kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten. Ah, nou weet je, we waren natuurlijk van tevoren al een beetje aan het onderhandelen. En Jamal zei, het maakt mij echt niet heel veel uit. Ik zei, mij eigenlijk wel. Dus nee, gewoon, volgens mij komt het helemaal goed. Voor mij en voor Jamal. Hallo allemaal. Ik ben Jamal. Ik doe mee met het ruilprogramma bij Omroep Dommeland. Van een badeend maak ik iets groot. Ik heb het zwarte badeendje gekregen. En daar heb ik gerolen met Guylaine tegen het blauwe badeendje. Wat ik daar langs nog allemaal doe. Ik doe aan een grafische vakschool. Het St. Joost in Breda. Nou, ik heb deze afbeelding heb ik gevonden op internet. Hetgene wat je aan God vraagt. Die mij een wens vraagt. Zal de wens vervuld worden. Dat betekent dit? Ja, meer het geluk vragen aan ja, God. Van, ik zou graag dit gewenst willen hebben. En ja, het zal wel eventueel vervuld worden voor je. En daarlangs ben ik ook nog woonachtig op Prinsenland. En zit ik mee in de huurdersvereniging. Het belang voor de medebewoners in en om het huis. Om de dingen te regelen. Ik ben Marcel Joosten. Ik doe glas- en schilderwerken en ik ga meedoen met de ruilactie van Omroep Dommeland met het eendje. Dit is mijn eendje. Straks wordt dit autootje, dit is een oud kermisautootje, dat heeft in een mallenmolen gestaan. En daar ga ik voor een dienst ruilen met iemand op de markt. En waarschijnlijk denken jullie het nog wel ergens in een etalage zien staan. Maar dit wordt in ieder geval het begin van mijn actie
om Omroep Dommeland te helpen aan nieuwe camera's, want die hebben ze hard nodig. Het eentje.